Hoi, kan je deze video een duimpje omhoog geven voordat ik alle kleuren van de regenboog heb opgenoemd? Daar gaan we. Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. Ik hoop dat het je is gelukt. En in de Fair Friday van vandaag is het tijd om iets heel erg leuks te spelen. Je kent waarschijnlijk wel het spel Rainbow Friends, maar ze zijn nu uitgekomen met hoofdstuk 2. Het is zo'n geweldig spel dat het me heel tof lijkt om dit tweede hoofdstuk te spelen, maar tegelijkertijd natuurlijk ook wel heel erg spannend. Ik ben super benieuwd of het me gaat lukken om dit te verslaan en ik ben heel erg benieuwd naar het verhaal. Daar zijn we dan in een heel eng, spannend en mysterieus bos. Maar dit is nog de lobby. En er zijn echt een heleboel spelers. Wat een populaire game, jongens. En ik zie hier een hekje. Oh, kan ik hier onderdoor? Oh, wat gezellig. Hallo. Ik zit in een soort van gevangenis. Oh ja, ik heb natuurlijk ook een doos. Ha! Prachtig. Niemand die weet dat ik hierin zit. Oké, dan hebben we hier een ring. En daarop staat dat je via hier naar hoofdstuk 1 kunt gaan. Maar dat is dan met het schoolreisje. Dat hebben we al een keertje gedaan. En als ik in deze ring stap, dan gaan we naar hoofdstuk 2. Er is hier alleen een hek, jongens. Daar kunnen we... Oh! We klimmen over het hek. Hey. Oh, we lopen nu door het bos. Oké. Oh, wat een spanning. Wie is deze man? Zijn grijze haar. Wat is hij aan het doen? Hij is een gat aan het knippen in het hek of zo. Meneer, wat doet u? Oh, hij kijkt om. Hij zegt, hallo. Wat de... Wat doen jullie hier? Oh, zij is aan het praten, maar ik heb geen idee wat ze zegt. Ze doet alleen... Hij zegt, monsters. Oké, ja hoor, dat is zeker allemaal je fantasie. Jullie moeten me gewoon eventjes helpen met het zoeken naar het SOS-licht. Elk pretpark heeft er één. Oké. Die man met dat grijze haar, ik weet niet of we hem moeten vertrouwen hoor, jongens. Hij gelooft ons... Oh, dat is een vriendelijke Rainbow Friend, of niet? Ofwel... Hij drukt op een knopje. Nee! Nee. We hebben blauw en de groene Rainbow Friends die uit de garage worden gelaten. Dit gaat leuk worden, zegt hij. Ik ga nu de andere eventjes halen. Nee! Hier zijn we dan, jongens. Oh, waarom gaat iedereen het park in? Nee, dat wil ik helemaal niet, want er zijn twee Rainbow Friends in het park nu. Oké, we lopen hier doorheen. Ik hoor al meteen iets. Wat moeten we doen? Oh, we moeten 25 van deze lampjes vinden. En dat moet dan hierin. Oké. Nice, dat kan. Oh, ik schrok eventjes. Ik dacht dat dat een Rainbow Friend is. Maar dat was gewoon een andere speler. Dus geen zorgen. Oh, wat hoor ik? Oh, daar is groen. Maar er was ook een lampje, zie je? Het is daar zo. Ik wil die lamp hebben. Kan ik er langs kruipen? Oh, die andere speler heeft hem al gepakt, jongens. Oké, wat is dit? Kan ik dit gebruiken? Oh, je kan met een zipline. Wow, dit is gaaf. Oh my goodness, wat is dit? Nee! Ja. Is dat een Rainbow Friend? Nee. Oké, apart. Ik weet niet wat dat precies voor moet stellen, maar het ziet eruit als een kleine baby. Hoe schattig. Ik zag daar weer iemand met een lampje rondlopen. Zit hier iemand in attractie? Ik wil ook. Oh my... Oké, we moeten lampen zoeken, maar dit is toch veel leuker, jongens. Wow! Oh, dit is geweldig. Oh nee, we hebben hier een bloem. Oké, wacht. Ik ga in mijn doos zitten. Phew, hij loopt achter iemand anders aan. Daar is groen ook, links daarvan. Dat is niet zo handig. Even kijken. Kom op met die lampen, jongens. Ik wil er gewoon eentje vinden. Oh, kwam zij hier uit? Is er een soort van... Oh, dit is gaaf! Dit ziet er echt heel erg leuk uit, jongens. Een heel kasteel. Wauw. Daar is een lamp. Yes, I got it. Oké, top. Ik kan met dit trappetje naar boven en dan zijn we weer buiten. Nou ja, zeg. Wie had gedacht dat je via hier ergens naartoe kon? Oké, ik heb in ieder geval één lamp. Ik weet waar die naartoe moet. Maar ja, hoe ik daar moet komen, dat is weer een andere vraag. Oké. Daar is groen. Ik red snel weg. Ik moet hier zo over de brug en dan hier. Nee, het is... Huh? Ik sta... Oh, daar is het. Yes! Kijk. Ha, nu hebben we er 18. Oh, 21 van de 25 gevonden zelfs. Wat top. Dat meisje heeft er ook een paar gebracht. Oh, hier is een wc. Oh, ik zie de locaties van de lampen. Nee,
Je gaat me toch niet vertellen dat ik hier gewoon de hele tijd langs ben gelopen? Dat is echt zo dom. Maar goed, ik heb er in ieder geval... Oh, 1, 2... Kom op, gaat hij... Ja, die speler had hem niet gepakt. Hij stond er nog naast ook. Zo, yes. Ik heb ze gevonden en er is er nog eentje daar beneden. Oh, dat is hier. Oh, hey, daar ben ik. No, no, no. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ik ga snel even wegrennen. Hallo, Blue. Oh, ik schrik me kapot, jongens. Oh, daar zit ook een Rainbow Friend in. En hij gaat achter die speler aan. Wacht even, is Blue weg? Ja, hij is weg. Ik ga heel snel rennen. Ja, hij kwam daarachter, toch? Ja, daar zijn zijn handjes. Oh, maar ik wil dat lampje hebben. Oké, wacht. Het ziet er naar uit dat ik veilig sta hier zo bovenop. Nee, nee, nee. Alsjeblieft, kom me niet pakken. Kom me niet pakken. Kom me niet. Hij heeft me niet. Waarom blijft hij hier? Waarom blijft hij hier? Ga eens weg. Ga weg. Oké, ik ga snel deze kant op rennen. Yes, ik heb het lampje. Beter dat hij... Oké, hij gaat weg. Oh, phew. En ik ga rennen. Ik ga gewoon rennen. Ik ga hier naartoe. Op het trappetje. Oké. Ja. Oh, we zijn hier bij de kartbaan. Oh, dat is top. Ik heb de laatste lamp, jongens. Ja. Oké. We moeten ervoor zorgen dat er geen Rainbow Friend is die mij gaat pakken. Volgens mij moet ik hier naartoe. Oh, daar is het. Ja. Alsjeblieft. Yes. Ik heb de allerlaatste lamp gedumpt. Oh. Huh? Hij gaf een Rainbow Friends signaal. En daar komt hij. Oh, jullie zijn klaar. Ja, daar is hij. Onze SOS-lamp die je wilde dat we moesten bouwen. Hij zegt, oh, er was echt een SOS-lamp. Ik bedoel, jullie zijn echt heel erg goed in het vinden van dingen. Ja, kijk, daar was Blue. Die loopt daar langs. Hij zegt, is dat Blue? Oh nee, het was echt niet goed dat we hier naartoe zijn gekomen. We moeten hier zo snel mogelijk uit. Misschien kunnen we dit gebruiken om ons eruit te boren. Ja, dat vind ik een goed idee. Let's do it. Oh. Wat is dat? Kijk eens eventjes wie hier ineens is. Het verbaast me dat hij over zijn podiumangst heen is gekomen. Uh-oh. Nou ja, we zijn dus in het pretpark. Oh, we moeten deze gascanisters gaan zoeken. Oh ja, zodat dit natuurlijk een beetje power heeft. Waarom hoor ik van alles? Oh, daar is die gele Rainbow Friend. Ik ga niet naar hem toe lopen. Ik vind hem een beetje eng. Yeah. Blue, 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 blue. Wacht, ik ga eventjes verstoppen van hem. Hij komt achter me aanrennen. En daar is die gele ook. Hij staat dan helemaal stil. Misschien moet ik ervoor zorgen dat ik dan ook stil sta. Oh, ik zie daar zo'n gascanister. Dit is gevaarlijk. Moet ik daar naartoe lopen? Kan ik deze... Ja, ik kan hem pakken. Hij heeft hem niet gezien. Kijk, mij eens eventjes. Er zijn er 10 van de 15 gevonden. Dus dat is top. Ik ga hier zo naartoe, naar die engert. Wat hoor ik? Wat hoor ik? Oh, ik zie er hier wel eentje. Ah, zij heeft hem gepakt. Verdorie, geef hem aan mij. Weet je, ik ga gewoon snel hierin lopen. Oké, ik sta veilig. Ik sta veilig. Maar ik zie geen gas canister hier zo. Nou, dan gaan we snel weg. Kom, 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 kom. Waar is... Wat is dat? Ik ga snel in mijn doos zitten hoor. Wat is die rare vogel met zijn helikopter? Oh, hij loopt er langs. Goed. Fijn. Dat is goed om te weten. Ik ga snel mijn ding dumpen voordat ik gepakt word. Dat is natuurlijk weer mijn schuld. We hebben er nu 12 van de 15. Dus op zoek naar 3, maar eigenlijk 2. Want ik weet dat er eentje is gepakt door een andere speler. Ah, daar is groen. Oh, ik hoor Blue. Ik hoor Blue. Weet je, ik ga gewoon eventjes hier zo in. Oh, oh, gelukkig. Yes, we hebben ze allemaal gevonden. Wat een team. Ik vind deze spelers geweldig. Ze doen het top. Maar kijk eens eventjes naar deze boor. We gaan eruit. Oké, never mind. We gaan er niet uit. Er kwamen allemaal van die kleine ronde balletjes uitgesprongen met van die ogen. Wel super schattig zijn ze. Oh nee. Waar is onze man? Hij staat helemaal bovenop een attractie. En nu zegt deze rode Rainbow Friend. Oké, jongens. Laten we dit nog een keertje proberen. Je moet al deze lookies vinden. En als je ze weer terug hebt gevonden, omdat jullie ze hebben laten gaan, dan laat ik die oude man wel weer gaan. Oh, en er is een timer. Oh my goodness. Al deze dynamietstaafjes daarin, dat ziet er niet goed uit. Oh, we hebben nog 4 spelers, waaronder ik. Dat is top. Hé, iemand heeft er al één. Oh, 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 kijk eens eventjes hoe snel dit gaat. 1, 2, 3, 4. We hebben er meteen 4. Dat is... Nee, nee, nee. Pak me niet. Ah!
Oké. Ik word meegenomen door een Rainbow Friend. Maar ik mag niet springen totdat ik een veilige plek heb gevonden om te landen. In het water misschien. Oh, misschien in deze bouncy castle. Wow, net ernaast. Maar ik heb het wel overleefd. Oh, gelukkig. Je kan dit dus overleven. Ondertussen ben ik nog eventjes op zoek naar de lookies. En daar is groen, dus ik ga snel weer even weg. Oké, we gaan wel weer eventjes door met zoeken. Oké, wacht. Snel hierin. Als ik niet beweeg. Als ik niet beweeg, dan ziet hij me niet. Ik zie daar een lookie. Oké, wacht even. Ik hoop niet dat groen me ziet. Yes. Yes, I got it. Ik ga snel rennen. Waar zijn die andere spelers? Waarom doen zij niks? Hoe is dit mogelijk, jongens? Ben ik nou de enige die nog aan het zoeken is? Hup, we hebben er 8 gevonden nu. Hoor ik nou een andere Rainbow Friend? Ja, ik wist het, ik hoorde wat. Oh, gelukkig. Oké, hij is weg. Wauw, dat was gevaarlijk. Net op het nippertje. Wow. Blue, wat ben je aan het spasmeren? Nou, daar durf ik niet langs te lopen. Wat is er daaronder, jongens? Ik denk dat het wel veilig is als ik hier gewoon doorheen loop. Oh, daar is een lookie. Kom eens eventjes, jongens. Moet ik nou alles helemaal alleen doen? Oh, daar is een speler die loopt onder een doos. Ja, ik neem het hem niet kwalijk. Ik ga snel rennen. Ah, je moet eventjes verstoppen voor geel. Ik zie een lookie daar. Ik weet alleen niet precies waar dat is. Is dat hier zo in deze enge lair? Oh, hij is gepakt. Oh, ik denk dat de andere speler hem ook heeft... Nee. Alsjeblieft, ik wil graag overleven. Thank you very much. Yes. Oh, dankjewel, andere speler. Dat is heel erg fijn. En die rode zegt, heel goed gedaan, jongens. Nou, dankjewel. Super fijn. Onze oude man heeft het weer netjes overleefd. Top. Kunnen we nu weer weg? Via dat hek, hè, waar we binnen zijn gekomen. Dat zou fijn zijn. Hij zegt, maak je geen zorgen, ik ben oké. Mijn allereerste escape plan ging niet goed. Maar er zijn meerdere manieren om hieruit te gaan. We kunnen via de oranje achtbaan eruit. We moeten alleen eventjes ervoor zorgen dat deze gigantische lookie uit de weg gaat. Misschien kunnen we wat cake vinden. Hij zou alles doen voor een stukje cake. Oké, ik had niet verwacht dat hij... Wat is dat nou weer voor lieve heersbeestje? Deze Rainbow Friend ziet er heel eng uit. Cyan? Ik vraag me af waarom ze zo geïnteresseerd is in dat insect. Ja, dat vraag ik me ook wel een beetje af. Oké, spannend hoor. Hier is ons bakstation. En we moeten dus heel veel suiker vinden. Kijk, hij heeft er al eentje. Dat is top. Wat hoor ik? Ik weet niet of ik... Wat moet ik doen? Ik blijf gewoon stilstaan. Misschien kan hij me dan niet pakken. Hij heeft me niet gevonden. Ik weet niet of dat de beste manier is om van hem te ontsnappen. Maar weet je, zolang ik maar niet gepakt ben, dan vind ik het goed. Wow, hij had er 4 in totaal. Oh, dat is top. Nu hebben we er nog 4 nodig. Fijn, want in het vorige uur had hij echt heel erg weinig gedaan. Dus we kunnen zijn hulp nu wel weer gebruiken. Suiker. Oh, ik zie hier een suikerpakketje. Ik laat hem wel pakken, want hij heeft een grotere kans op overleven. Hij is hier namelijk veel beter in. Ga ik eventjes hier zo zoeken. Dit is toch waar blauw heel veel rondloopt, of niet? Oh, suikerpakje, yes. Weet je, ik ga het meteen terugbrengen. Want we zijn nu 7 van de 9. We kunnen hier zo over het bruggetje heen. Ik hoor geen Rainbow Friends. Dus volgens mij is het wel oké. Yes. Oké, 8 van de 9. Nu op zoek naar de allerlaatste. Oh, hij heeft het laatste suikerpakje. Yes. Oké, ik ga achter hem aanlopen. We gaan eventjes kijken. Kom op. Yes. We hebben de cake. Die gaan we nu maken. En die geven we aan de Roly Looky dingy. Ik weet even niet wat zijn naam is, maar... Hoe kan hij dat eten? Hij heeft alleen maar 2 ogen. Oké, weet je, ik vraag er niks over. We kunnen nu in ieder geval door die enge oranje grot heen. Oh ja, let's go. Ja, oude man. Hupsakee. Daar gaan we dan hoor, jongens. Oh nee, oranje. Nee, orange vind ik echt een van de engste Rainbow Friends, want hij is zo snel. Maar we blijven gewoon lopen. Ja. Oh my goodness.
Oh, dit is zo leuk. Oké, weet je, misschien ga ik gewoon maar in mijn eigen kart zitten. Ja, op deze manier heb ik er zelf controle over. Wee, wee, wee. Oh nee, oh nee. Lean to choose your path. Ja, daar ben ik wel achter gekomen. Ik kan lekker naar links en naar rechts. Het ziet er wel eng uit. Het lijkt echt alsof... Oh, kijk, daar zijn Lookies. Wat schattig. Dit voelt trouwens helemaal niet als een achtbaan. Het gaat helemaal niet zo snel. Uh-oh. Uh-oh. Dit is eng, jongens. Nou ben ik alleen. Nee. Nee, nee, nee. Waar zijn die andere spelers? Oh, dat vond ik veel leuker. Oké, we kunnen naar links en naar rechts leunen. Weet je, ik ga wel deze kant op leunen. Zo, dan kan ik niet gepakt worden door de taart. Top. Wat een eng gebeuren. Oh, oh, daar komt de taart. En orange. Hallo? Nee, 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 nee. Kan ik daar bukken? Oké. Okay. Ja, het liefst wilde ik eigenlijk bukken. Follow. Oké. Okay. Dus ik moet hem volgen. Nee, ik wil niet gepakt worden door orange natuurlijk. Hallo, hoe kan ik ze volgen als ik niet weet waar ze zijn? Oh, daar zijn ze. Oh, dit ziet er geweldig uit. Lijkt wel een beetje op de droomvlucht. Oh my goodness, we gaan door een looping. Ja hoor, ik heb niks gezegd. Dit is wel een achtbaan. Het is geweldig. Oh, wel een klein beetje heel erg gevaarlijk. Oh nee, hier moeten we niet naartoe. Huh? Nee, ik wil niet gepakt worden door de lava, jongens. Ik doe mijn best, maar ik hoef niet al te veel naar links en naar rechts te leunen. Huh? Wow. Hoe is dit mogelijk? Oh, we zijn helemaal bovenop het pretpark. Oh, dit is zo gaaf. Oh, wow, mijn camera kan dit bijna niet volgen, zo snel gaat het. Nou, ik blijf de Lookies volgen hoor. We zitten nu in het kasteel van Blue. Wow. Met de stoel. Oké, oké, oké. Ik ga ervan uit dat ik naar rechts moet. Oh, dat was echt heel erg eng en spannend. Oh nee, een van de spelers is gepakt. Nou ben ik eventjes blij dat ik niet in hun dingetje zit. Oh nee, oh nee. Waar moet ik naartoe? Oké, naar links. Neem ik aan. Wow. Let's go, let's go. Ik vind dit wel echt heel erg leuk. Oprecht, zo gaaf. Heel erg bedankt dat jullie langs zijn gekomen. Ja, hoe bedoel je? We moeten nog eventjes door. Maar dit is wel alleen maar voor employees. Oh nee, oh nee, oh nee. Ah! We zijn op dit moment in de vuilnisbelt gevallen. Eeuw, het stinkt wel een beetje. Nou, gelukkig ben ik niet alleen. Er is nog een andere Help. Help, 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 help. Is dit een chase? Hij komt achter ons aanrennen. Oké, ik ga niet meer omkijken. Ik ga gewoon rechtdoor rennen. Ik hoop dat deze speler weet wat we moeten doen. Oh ja. Ik wist eventjes niet hoe ik dat moest doen, jongens. Kan ik niet verstoppen in een doos? Of zoiets? Oké, we blijven doorlopen. Ik vind het echt heel erg spannend. En heel erg eng. Oké, nu moeten we weer dit gaan doen. Yes. Oh, wow, het gaat goed. Oh, ik ga wel even snel deze kant oplopen, ja. Hij zit in een gevangenis. Nee, 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 nee. Oké, heel fijn. Je hebt het overleefd. Hoofdstuk 2. Rainbow Friends. We hebben het gehaald, jongens. Oh my goodness. Kan je het geloven? Dit is geweldig. Oh, er is nog één filmpje. Daar zit Blue. En Rood vraagt, waar is Blue? We komen anders te laat. Te laat voor wat? Is dat een hint voor hoofdstuk 3? 10 second wrap out. Luna, Lola, Momo, Esther, Van en Brink en Yara. Mia, Sierra, Sader, Muna, Myrthe, Zara. Anika, Jente, Pien, Issa, Flame, Jokarina. Maritana, Anna, Nisa, Alexandra, Gina. Wil jij kans maken om ook in de wrap-out van volgende week te komen? Dat kan. Je hoeft er alleen maar eventjes naar te vragen in de reacties hier onder deze video. En gebruik het woordje wrap-out. Wie weet zie je en hoor je jouw naam wel weer terug in de volgende Fan Friday. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!